Er is ondertussen ook gewoon echt niks veranderd met het paard. Welkom allemaal bij een nieuwe video. Ik ga in deze video ga ik jullie eventjes een update geven hoe het er nu voor staat met La Vitana. Dus ik zou zeggen, blijf zeker kijken. Oké, ik ben eventjes naar de stal van Dandy Vuist. Dandy staat even lekker rustig te eten. Want zoals jullie net al zagen, zit Winnetou mij echt ontzettend erg af te leiden. Dus naast hem kan ik mijn verhaal in ieder geval niet doen. Allereerst welkom bij deze video en superleuk dat je deze video hebt aangeklikt na een paar maanden niks uploaden. Zoals jullie zien ben ik weer terug, want anders had je deze video niet aangeklikt. Mijn oog zit een klein beetje dicht, want ik heb net dat monster daar gewassen. En ik heb shampoo in mijn oog gekregen. En het is ook best wel warm, dus als je je afvraagt waarom het er zo uitziet, nou, dan is dit onder andere de reden. Ik heb nog heel veel leuke video's voor jullie. Die zijn al wel een paar maanden geleden opgenomen. Er komt onder andere nog een video online van Portugal weer naartoe. En ik heb ook nog heel wat andere leuke video's. Onder andere een show bij Indoor Brabant, de Dutch Masters. Ik heb nog een video van de Go Social Party. Ik heb ook nog een paar wedstrijdvlogs. En ik heb ook nog een sfeervideo. Dit paard breekt gewoon de hele stal af. Hij weet dat hij dat niet mag doen. Hij zit gewoon zo om aandacht te schooien Winnetou. Niet doen. En nu doe je ons schuldig. Oh ja, ga maar weer weg. Precies dit, Win. Zo woest. Zo woest. Oké, ik had me deze video echt heel erg anders voorgesteld. Maar ik dacht, ik ga eerst eventjes een update video plaatsen. Voordat jullie allemaal oude video's online zien komen en denken, hier klopt iets niet. Dus dan weten jullie ervan dat na deze video komen er nog een aantal video's online. Deze zijn dus eerder opgenomen, maar ik vond ze te leuk om niet up te loaden. Dan ben ik ondertussen ook weer best wel veel op wedstrijd geweest samen met Dandy Boy. En ik ben best wel erg actief op TikTok op dit moment. En daar heb ik dagvlogs van gemaakt. Dus als je het leuk vindt, kan ik die ook op YouTube zetten. Dat kan namelijk sinds kort. Dan kan je ook een short op YouTube zetten. Dat zijn gewoon kleine korte video's. Dus die komen er ook aan. Ik weet dat sommigen het niet heel erg fijn vinden. Want het beeld is dan overlang, zeg maar. En ik weet dat niet iedereen dat fijn vindt. Maar ik ga ze toch online zetten. Want ja, zo kunnen jullie toch nog meekijken tijdens de wedstrijden van mij en Dandy. Want ondertussen zijn we al L2 geclasseerd en mogen bijna M1 gaan starten. Dus dat is echt in één keer heel erg snel gegaan. Hier komt ook nog een video van online. Of eigenlijk gewoon een hele serie. En daarbij ook meteen het volgende stukje. Als jullie nog leuke ideeën hebben voor series, voor YouTube series of leuke video ideeën. Of met andere YouTubers waar ik een collab mee kan doen. Laat het dan eventjes weten, want dan kan ik dat voor jullie gaan filmen. Ik ben maar eventjes bij deze aandachttrekker gaan staan. Want hij wil heel graag op beeld voor jullie. Zolang hij mij niet terroriseert, kan ik een beetje mijn verhaal doen. Het is natuurlijk een tijdje stil geweest, maar dat betekent niet dat ik van de aardbodem ben. Ik ben namelijk best wel druk bezig geweest achter de schermen. Ga je goed? Gaat het goed? Ja? Ik heb niks, dat weet je. Ja? Ben je ook klaar? Oké, ik vertrek weer naar de buurman. Oké, Dandy is toch iets rustiger. Mochten jullie het leuk vinden, het zomerseizoen komt er weer aan. En dat betekent dat ik met La Vitana altijd heel erg druk ben. Dus mochten jullie interesse hebben of kijk jij nou deze video en denk jij ik vind het wel heel erg leuk om iets bij mij op stal te organiseren. Denk je bijvoorbeeld aan een workshop paardensieraad, een show, een demonstratie, vrijheidsgrasuurles, een fotoshoot. Kijk dan eventjes op lavitana.com. Daar kan je ook terecht voor de sieraden van paardenhaar. We zijn bezig om de site te updaten, want soms dan pakt de site het niet met de sieraden. Dus wil jij nou een sieraad bestellen, stuur me dan een mailtje naar info@lavitana.com. En dat is ook voor alle andere aanvragen van de workshops, paardensieraad, shows, demonstraties, vrijheidsgrasuurlessen. En La Vitana dag en noem het maar op. Dus dat wil ik eventjes zeggen. En voor de rest hou ik mijn social media in de gaten, want daar deel ik op welke evenementen ik te vinden ben. Want zoals ik al zei, het zomerseizoen is begonnen. En
ik ben best wel op heel veel evenementen te vinden. Zowel voor een show, vrijheidsdemonstratie, als meet and greet. Dus hou dat zeker eventjes in de gaten. En misschien is het ook wel leuk om na deze video iets van een Q&A te doen. Zo kunnen we weer eventjes een beetje bij gaan praten. Ik heb laatst al een poging gedaan om dit op Instagram te doen. Maar ik merk toch dat het op YouTube, ja, dat praat gewoon iets fijner. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Oh, wil je ook even met je kopje naar buiten? Dus als jullie vragen hebben, laat het dan eventjes hieronder achter in de reacties. Oké, ik heb net dus de outro van een andere video opgenomen. En ik kom er gewoon achter dat ik hier gewoon zoveel fijne film. Sta ik bij die twee terroristen die me helemaal lastig vallen. Dus ja, ik had het kunnen weten. Maar goed, ik hoop in ieder geval dat jullie de video leuk en duidelijk vonden. Maar aangezien ik nu toch bij deze kleine snuitjes ben, kan ik ze meteen eventjes laten zien. Mwah. Lief klein Don Diablootje. Staan maar de hele tijd al haar mond te terroriseren en te knuffelen. En daarachter staat... Oh, Donnie Pony! Tuttebelletje. En daarachter hebben we natuurlijk mijn kleine ondeugende Diego Boy. Die begint alweer te zuchten, want een kus geven is voor hem alweer te veel. En Boetsie Poetsie. Dus dan hebben jullie de ponies ook weer eventjes gezien, want dat was natuurlijk wel eventjes een tijdje weer geleden. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Super leuk dat je alsnog op deze video hebt geklikt. En ik kreeg ook al een aantal vragen met een uploadschema. Ik heb het in een vorige video volgens mij ook een keer gezegd. Maar ik plaats gewoon wanneer ik daar zin in heb. En ik moet zeggen, ik heb nu alweer superveel inspiratie en motivatie. Dus ik ga niks beloven. Maar ik denk dat het één keer per week in ieder geval gaat zijn. Goed, allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En tot in de volgende video. Doei doei!